En we zijn natuurlijk in een wereld beland waarin informatie heel makkelijk te vergaren is. Waarin we op Instagram mensen kunnen volgen. We kunnen ons laten inspireren door iedereen en alles. En ik denk dat het ook vaak niet schort aan de kennis die we hebben. De meeste mensen weten het wel. Mm-hmm. Maar en dan? Dat is ook de vraag die ze stellen aan mij als ze tegenover me zitten. Als ik ze coach. Van, ik weet het allemaal wel en ik begrijp een hele hoop en ik lees dingen. Maar hoe dan? In dat moment zijn ze een gedachte gaan geloven die bepaalde emotie heeft gegeven. En die emotie zorgt dat we ons op een bepaalde manier gedragen. En waar we vaak last van hebben, zijn de gevolgen van ons gedrag. Mm-hmm. En daardoor is het niet gek om misschien te denken, ik moet mijn gedrag veranderen. Maar het is wel gek als je gedrag eigenlijk wordt aangestuurd door je emoties. En je emoties eigenlijk vanuit je gedachten ontstaan. Dus wil je echt naar de oorzaak van je gedrag, dan moet je naar je denken terug. Zo, Noes, daar zitten we dan. Emoties. We hebben elkaar net al heel even kort gesproken voordat de opnameapparatuur aanging. En toen zei jij, hoe zit dat nou echt met emoties? En het is misschien mooi om bij mezelf te beginnen. Ik heb gisteren een soort mood swing gehad dat ik dacht van, er was even iets wat heel veel aandacht vroeg. Zoveel dat ik dacht, nu ga ik even naar een koffietent en ik moet er even mee zijn. En toen dacht ik op dat moment, die emotie die is goed. Ik ben blij dat hij er is. Het voelt niet goed, maar die zal vast een hele goede bedoeling met mij hebben. En toen kwam jij net met het verhaal dat emoties niet per se nodig zijn. En misschien kan je, niet nodig. Zeg maar in je eigen woorden hoe dat zit voor jou met emoties. Hoe dat zit? Nou, misschien is het goed om te zeggen, om te beginnen bij dat er een verschil is tussen emoties en gevoel. Of dat je zou kunnen zeggen dat er een verschil is tussen emoties en gevoel. En dat emoties meer een term zijn voor sensaties die vooral ontstaan vanuit je gedachten. Dus een emotie geeft je alleen maar de waakzaamheid dat je in een gedachte aan het geloven bent en een gedachte aan het volgen bent. Terwijl gevoel misschien beter te omschrijven is als je intuïtie. Mm-hmm. Als een soort communicatie met het universum. Mm-hmm. Het universum wil je even weten van het is hier pluis, het is hier niet pluis. En een emotie is wat we 95% van de tijd eigenlijk ervaren, wordt veel meer veroorzaakt door wat we denken. Mm-hmm. En dan is er ook nog een verschil, denk ik, inmiddels zelf te weten of te ervaren, dat je ook een emotie kan ervaren zonder dat je heel veel lijdt. Oké. Dus eigenlijk, als we het hebben over bijvoorbeeld onderbuik ondernemen, dan is dat, daar is niet zoveel mee aan de hand. Nee, ik zou echt willen zeggen, dat zou je inderdaad echt gewoon je gevoel kunnen noemen. Mm-hmm. En iets wat, het is je intuitive wisdom, vind ik altijd een hele mooie term daarvoor. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarnaar blijven luisteren. Maar statistisch gezien staat er in de boeken dat we maar 5% van de tijd eigenlijk via intuïtie dingen door binnenkrijgen. Dus hoe vaak ben je niet per ongeluk een emotie aan het volgen die misschien voortkomt uit een gedachte die helemaal niet waar hoeft te zijn? In hoeverre ben je dan nog je pad aan het bewandelen? Noem daar eens een voorbeeld van. Stel dat je veel met de gedachte leeft, ik kan dat niet. Mm-hmm. En ergens ben je overtuigd van die gedachte. Dus jouw geloofssysteem van binnen gelooft ook dat jij het niet kan. Mm-hmm. Nou, op het moment dat jij een gedachte zo sterk gelooft, komt de emotie onzekerheid direct gevolgd door deze gedachte. Mm-hmm. Dus je voelt een onzekerheid in jou.
stel dat je dat volgt. Stel dat je beslist van, hey, deze onzekerheid geeft aan dat ik er niet aan moet beginnen. Ja, in hoeverre kan je deze emotie dan vertrouwen? Want is het zo? Moet je er niet aan beginnen? Of komt het enkel doordat jij gelooft dat je het nog niet kan? Ja, en nu zeg je de emotie onzekerheid. En dan denk ik, een onzekerheid is ook een gedachte. Want een emotie, dan moet ik denken aan verdriet of aan boosheid. Mm-hmm. Want wat zit er dan onder onzekerheid, wat jou betreft? Angst, denk ik. Mm-hmm. Als je inderdaad in de basisemoties wil blijven, angst. Mm-hmm. Ja. Paniek, een beetje. Mm-hmm. Een lichtelijke paniek, angst, ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik vind boosheid in die zin, hoewel dat eigenlijk wel ook een van de vier emoties is, dacht ik. Is zegt eigenlijk ook heel veel over angst. Boosheid is eigenlijk ook een bovenemotie van de emotie angst. Dus soms mogen we inderdaad nog wel iets dieper zakken naar welke emotie is het daadwerkelijk. En ik denk dat onzekerheid in die zin inderdaad eigenlijk ook heel vaak beschrijft dat we angst hebben. Dat we angst voelen. Dat we, oh ja. Is boosheid niet juist hetgeen wat je bevrijdt van alles? Is dat niet juist een ik heb wel eens horen zeggen dat in het Westen boosheid misschien juist een beetje bestempeld wordt als dat mag er niet zijn. Terwijl als we allemaal nou wat vaker boos waren, dan zou het allemaal niet zo ver hoeven komen met opgekropte emoties en problemen. Nou, ik denk dat er een verschil zit in dat we wat vaker het conflict mogen aangaan. Dat zeker. Dat we heel veel in afwachting zijn. Ontzettend angst voelen voor afwijzing. En dat maakt dat we ook niet in het conflict stappen. En dus eigenlijk niet opkomen voor wat we willen of zeggen wat we van iets vinden. Mm-hmm. En in die zin denk ik, je gaat conflict maar aan. En er mag een conflict ontstaan. Mensen mogen boos worden, het is oké. Okay. Maar uiteindelijk zie ik boosheid toch wel als een manifestatie naar buiten van een angst die van binnen zit. Dus mag je boos worden? Ja, als je op dat moment prettig voelt om op die manier te manifesteren, zeker. Zeker. Maar ik denk dat we, als je kijkt naar over de algemeenheid in Nederland, zou ik veel meer willen zeggen, laten we het conflict eens aangaan. Of laten we het risico op conflict gewoon eens nemen. En nu gebruik je vaak het woord we. Ja. En ik geloof ook dat we daarin een volgende stap kunnen zetten. Maar hoe is het met je? Welke van deze onderwerpen zijn jou onlangs zelf nog aangegaan? Hè? Want ik kan me voorstellen dat zo'n interesse ontstaat vanuit een persoonlijke noodzaak of vanuit een bepaalde worsteling. Is het voor jou uit noodzaak geboren, deze kennis en deze movement die je maakt? Zeker, zeker, zeker. En ik denk dat inderdaad dat voor velen zal gelden die hier induiken. Maar ik heb zelf een hele hoop meegemaakt waarin ik kan zeggen dat ik inderdaad een zoektocht heb afgelegd naar wie ik ben. Mm-hmm. En dat begon op mijn 17e met wel een ontzettende onzekere tijd en een heel laag zelfbeeld en het niet begrijpen van. Ik was een enorme denker, dus ik wilde ook constant met mijn moeder over zaken praten die waarvan zij wel eens had van waar ben je mee bezig en laat ze rusten. Dus er was een nieuwsgierigheid, maar in toenertijd nog heel erg gecombineerd met een bepaalde somberheid, er niet uitkomen. Mm-hmm. Heel negatief zijn over mezelf. En daar wil je wel uitkomen. Dus daar begint het. Daar begint de zoektocht naar, waar zit ik nu in? Hoe kijk ik naar de wereld? Is het zo bedoeld? En kan ik hieruit? En wat is precies de bedoeling? Ja, dat is toen begonnen. En ik heb toen inderdaad hulp gezocht. Ik heb in praatgroepen gezeten. Ik heb psychiaters gezien. En uiteindelijk heb ik het pad afgelegd richting een coach. En veel meer het stuk spiritualiteit. Wat een bepaalde betekenis in mijn leven heeft. En heb ik veel meer een combinatie gevonden wat voor mij werkt, voor de elementen die ik belangrijk vind. Ja. Want somberheid, hè, ik ben nu even woorden aan het duiden, merk ik, maar dan merk ik somberheid, depressie. Depressie, dus er is geen druk of er is geen pressure. Dus
Ik hoor je enerzijds het woord somberheid gebruiken, wat dus voor mij binnenkomt als een soort van, nou ja, het zal allemaal wel, het is allemaal KUT. En daarnaast hoor ik je zeggen nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En in nieuwsgierigheid zit volgens mij juist levenslust. Dus die twee woorden samen vind ik interessant. Want wat maakt het dan dat je zei ik ben somber? Want je kan ook misschien zeggen van nou, ik was gewoon aan het onderzoeken wat mijn plek hier is. Ja, en dus zo zou ik er nu ook wel op terugkijken. Maar het ging denk ik in die tijd ook nog heel erg gepaard met de afwijzing van alles wat ik tegenkwam. En dat zie ik veel om me heen gebeuren van mensen die de zoektocht beginnen. En ik denk dat onoverkomelijk is. Dat in het begin dat je de dingen gaat tegenkomen in je zoektocht. Mm-hmm. Dat je eigenlijk schrikt van de dingen die je ziet over jezelf. En de dingen die je doet. Maar ook nog heel erg in de afwijzing zit. Terwijl op een gegeven moment ontstaat er juist de nieuwsgierigheid die het leuk vindt om dingen tegen te komen. Het veel meer ziet als een openbaring en als dingen waar je wat mee kan. Maar ik denk dat ik toen, de somberheid was toen nog heel erg zo, omdat ik voelde nog geen bestaansrecht. Ik gaf mezelf nog weinig bestaansrecht. Mm-hmm. En ondanks dat er dus ergens een nieuwsgierigheid was en ik wel over dingen wilde praten, was er wel een somberheid die dat deel van mijn leven tekende. En met name door de enorme afwijzing richting mezelf. En dat was denk ik gewoon ook op dat moment de enige manier dat ik wist om met mezelf om te gaan. Mm-hmm. En nu ben je vrij zichtbaar. Dus dat is ook weer een kijk. Hè? Want er zijn misschien mensen die nog zichtbaarder zijn. Maar ik zie jou als iemand die vrij zichtbaar is. Ja. Zichtbaar in de zin dat je veel op Instagram voorbij komt. Maar ook hoe je op Instagram voorbij komt. Hè? Dus je laat zien wat er in je omgaat. Je inspireert en deelt dingen met mensen die je zelf net hebt geleerd of ervaart. Maar je laat niet alleen zien wat er in je omgaat, maar je laat ook zien wat er fysiek voor Nuska is. Dus je bent iemand die gaat vaak met zichzelf op de foto. En is dat omdat je er nu volledig van jezelf mag zijn? Even een kritische vraag. Of is dat er omdat je daaruit ook een stukje bestaansrecht ontleent? Als je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat die twee dus best wel naast elkaar liggen als ik jou zo hoor. Het is grappig, want iemand attendeerde mij hier eens op. Van, hé, jij hebt altijd foto's van jezelf. Nooit geweten dat ik dat deed. Dus het grappige is dat daar in die zin geen strategie achter zat, maar dat logisch voelde voor mij. Mm-hmm. En ik denk dat het logisch voelt op een moment dat er weinig belemmeringen meer zijn over dat je er niet mag zijn. Of dat mensen wat van je vinden. En wanneer die vielen in de laatste jaren, met name de laatste jaren, ook op het gebied van ondernemerschap en mijn rol als coach, vielen die denk ik langzaam weg. Mm-hmm. Waardoor het voor mij dus heel logisch was om mezelf in het licht te zetten. Het is mijn Instagram. Mm-hmm. Mensen boeken mij als coach. Mm-hmm. Wie moet ik anders op de foto zetten? Mm-hmm. Zou ik bijna willen zeggen, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is bijna iets logisch. Dus er zijn, ik denk er niet meer zoveel over na. Ik heb me vaak een ervaring of een inzicht in die week. Iets wat ik bij een vriendin zie gebeuren. Iets wat ik bij mezelf zie gebeuren, bij mijn vriend. En dat is altijd mijn input voor de post. Mm-hmm. Dat die gooi is vaak heel vers, heel rauw. Het is gewoon precies net iets wat ik ervaren heb. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel voelen in de post. Ik bereid het dus in die zin nooit van tevoren voor. Mm-hmm. Dat gaat ook niet werken, denk ik. En ik kies daar een beeld bij. Het is ook mijn waarheid. Dus daar staat ook mijn foto. Mm-hmm. Om ook in die zin geen verwarring te brengen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen, en ik heb die vraag mezelf ook wel eens gesteld, hè, van post je iets vanuit het Ego-museum Nuska, of post je iets omdat je zin hebt om het te delen? Of post je het omdat je denkt dat het ondersteunend is aan je missie of anderen kan helpen? En misschien liggen die waarheden allemaal over elkaar. Maar ik heb veel mensen gezien en gesproken, ook hier, die moeite hebben met zichtbaarheid.
En ik zie bij jou dat er helemaal geen lading meer op zit. Nee. En ik ben dus ook benieuwd van, misschien zou je dat nu wel willen doen. Wat zou je een luisteraar kunnen willen meegeven als het gaat om struggles rondom zichtbaar worden? Rondom zichtbaar zijn op een Instagram, maar misschien ook om echt voor jezelf te staan in een verkoopgesprek. Of wat zou je mensen willen meegeven? Nou, het niet zichtbaar naar buiten willen treden is altijd een vertaling van je binnenste. Het helpt mij altijd, laat ik het zo stellen, het helpt mij om er op die manier naar te kijken, om inderdaad te onderzoeken wat is er nog niet vrij in mij. Je zou kunnen zeggen, als je merkt dat er weerstand zit op volledig zichtbaar naar buiten treden, zou je kunnen zeggen, dan zit er ook weerstand op volledig mijn binnenste. Want wat van binnen leeft, treedt naar buiten. Mm-hmm. Dus wat in mezelf wijs ik nog af, waardoor ik niet in heelheid kan zijn en naar buiten kan treden. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, eigenlijk word je waakzaam gemaakt voor het feit dat er nog dingen in jou zijn die nog niet vrij zijn, waardoor het nog niet helemaal naar buiten kan stromen. Ja. En dat zijn altijd gedachten over jezelf. En hoe minder, ik zou zeggen, doe de work op die gedachten. En, of onderzoek die gedachten, om even in de juiste termen te blijven. Onderzoek die gedachten op waarheid. Klopt het wat ik van mezelf vind? Mm-hmm. Klopt het hoe ik over mezelf denk? Maar dit kan insinueren, en ik zeg niet dat het waar is, is het true. Maar het kan insinueren dat je alles met de billen bloot anno 2000 nu gaat delen. In een soort van test met jezelf. Kan ik of mag ik dit van mezelf delen? Dus eventjes hypothetisch van, nou ja, als ik er volledig mag zijn, dan kan ik dat testen door bijvoorbeeld in mijn blote geslachtsdeel op Instagram te gaan. Ja. Kun je ook volledig die kraan openzetten, die vrijheid en jezelf challengen om nog vrijer te worden? Kan je die ook doen zonder dat je dat deelt met de wereld? Ja. Want werkt het dan even goed? Kijk, ik zou bijna willen zeggen, doe wat logisch voelt. Voor mij voelt het niet logisch om daar naakt foto's neer te zetten. Maar misschien op een gegeven moment wel. Ja, want dat kan veroorzaken dat je daar steeds een stap verder in gaat. Of moet gaan van jezelf om te kijken of je inderdaad wel open genoeg bent. Nou ja, en laat het vooral iets zijn wat moeiteloos gaat. Mm-hmm. Ik merk altijd dat ik sommige dingen voelen logisch en voelen moeiteloos. En dus kloppen ze blijkbaar voor me. En daar hoef ik ook niet te veel vraagtekens meer bij te zetten, zeg maar. Maar merk je dat er dus dat er dingen struggelig voelen, dan zou ik bijna willen zeggen, voordat je het doet, ga eerst nog eens kijken wat er niet vrij is. Want misschien is het ook nog niet de bedoeling dat je het doet. Precies. En heel veel mensen komen bij mij natuurlijk van, ik weet nog niet wat ik wil. Mm-hmm. En ik wil graag weten wat ik wil. Ja. En terwijl er nog heel veel struggles zijn. En als er nog heel veel struggles zijn, zou ik zeggen, het is nog niet de bedoeling dat je als ondernemer aan de slag gaat. Ja, dus als het water te veel kabbelt, dan kan je niet zien wat er op de bodem ligt. Exact. Ja. Exactly. Dus en neem dan ook de tijd voor het onderzoek. Ja. En als je het onderzoek induikt, waar we vast zo wat inhoudelijk nog wel wat over gaan vertellen, dan kan je veel meer zien wat er nog ligt. En je hoeft er in principe ook niets mee te doen. Maar het gaat vooral om die acceptatie. En je zit hier bij de Helden en Hoorders podcast. En dan zeg je eigenlijk van, nou ja, durf ik dit te delen? Of is er nog iets wat ik van mezelf afwijs? Of waar ben ik misschien bang van de afwijzing van een ander? Want dat is het woord hordes. In deze zin is de massa die er misschien wat van vindt en jij erop gaat bekritiseren. Ja. Dan ken ik mensen die in de media werken. En die zeggen van, nou ja, als je wat groter wordt, dus je wordt een BN'er of whatsoever, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat jij iets kwetsbaars over jezelf deelt. En mocht je dan ooit nog een keer van plan zijn om een boek te schrijven, waarin je misschien het omgekeerde preached van wat je daar ooit in het verleden op social media hebt gedeeld, dan kan dat zo lang tegen je gebruikt worden. Daar kom je misschien wel nooit meer bovenuit. Ja. En dan is misschien, ja, dat is misschien niet een direct voorbeeld in deze zin, maar op het moment dat je verkeerd in de media bent, en dat is bijvoorbeeld Kevin Spacey, House of Cards, ja, met Me Too, ja,
dan is het heel erg lastig om daar vanaf te komen. En dat is misschien vanuit angst wat ik nu zeg. Ja. Maar hoe verhoud jij je dan tot de massa die misschien op een gegeven moment heel kritisch wordt? Ja, het is natuurlijk aan de ene kant is het heel erg in de toekomst leven als ik daarmee bezig ga zijn. Want met me nog geen 3000 volgers zal dat allemaal niet zo'n vaart lopen. Ja. Maar het vraagt wel een check-in bij jezelf. Dus wat ik deel, en ik deel dus ook regelmatig om de zoveel posts, wat ik hier zeg is mijn waarheid in dit moment. Mm-hmm. En geloof niets van wat ik zeg. Mm-hmm. Maar ik ga niet de verantwoordelijkheid dragen voor als jij mijn woorden wel gelooft. Mm-hmm. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Yeah. That's it. Ja, en dat is mooi. Maar ik denk dat dat ook al een vrij genuanceerde een soort van beredenering is die voor de mensen die jou mogelijk bekritiseren helemaal niet binnenkomt. Hè? En dan denk ik even aan een John Lennon die volgens mij een heel mooi gedachtegoed had, maar de prijs die hij daarvoor heeft betaald is zijn eigen leven uiteindelijk. Hè? Dus ik merk dat ik het zelf gewoon heel interessant vind dat hoe real jij ook bent en hoe bezig jij ook bent met jouw persoonlijke werk en jezelf afwikkelen. Het betekent nog niet dat je daarin altijd gespaard kan blijven van mensen die het niet zo goed met jou bedoelen. Nee, en ik heb dat ook wel een keer op een post gehad. Ik moet nu inderdaad ook aan een moment denken dat ik geloof ik iets postte over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat iemand daarop postte van dit had ik niet van jou verwacht. Ik dacht dat jij wel zou zijn van genderneutraal. Mm-hmm. Ja, van genderneutraal aan zich vind ik niet zoveel. Maar ik doelde op de postfilmer dat er mannelijke energie en vrouwelijke energie in ons stroomt. Zowel in jou als in mij. En dat we daar niet onderuit kunnen komen. Of ik daarmee suggereer dat mannen zijn en vrouwen. En dat we dus daadwerkelijk verschillende wezens zijn. Ja, dat kan. Dat kan zij zo opgevat hebben. En zij vond daar dus iets van en zij reageerde daaronder. Maar ik denk dat het een verschil is. Dus dat kan. Want die opvatting ga ik houden. En ik merk dat ik er niet zo bang voor ben. Misschien is dat het. Ja, nee, want het is eigenlijk de onderliggende vraag is bijna van jij staat ergens voor. En waar je voor staat, waar we het misschien zo wat verder over gaan hebben, dat wordt steeds sterker en duidelijker. Maar op een gegeven moment kan het misschien zo sterk worden dat je daarin echt een soort van. Ja, een John Lennon effect krijgt. Dat mensen echt massaal jou de rug toekeren. En ben je bereid? Misschien een hele moeilijke en gekke vraag, maar om die prijs daarvoor te betalen. Nou, ik denk als dat gebeurt, dat ik wel ergens een afslag heb gemist. Want wat ik doe is vooral op aanvraag van wat er bij me binnenkomt. Het is natuurlijk niet zo dat ik alleen maar doe wat er aan me gevraagd wordt en dat ik helemaal niet meer zelf nadenk of ik dat wel leuk vind. Want daar is het begonnen. Ik vind het zelf leuk. En inmiddels ben ik coach omdat mensen mij vragen hun te coachen. Ja. En inmiddels deel ik via Instagram omdat mensen mij vragen, wil je me inspireren? Ja. En ik denk als mijn doel wordt dat ik alleen maar mijn eigen dingen wil delen, dan verlies ik dat ik eigenlijk op aanvraag bezig ben. Ja. En ik denk als ik daarmee ingetuned blijf, dat ik niet hoef te eindigen als John Lennon. Dat is een beetje mijn gevoel. Ik vind het interessant, hè, want niemand minder dan bijvoorbeeld Jezus, die was volgens mij ook in tune met iets wat via hem tot uiting wou komen. En die hing op een gegeven moment wel aan het kruis. Ja, het kan gek gaan. Ja. Nou ja, goed, het is misschien een gekke afslag zo met deze kerstboom op de achtergrond. Om het te hebben over van ja, welke prijs betaal je voor dat wat je wil brengen of wat er via jou tot uiting komt. Ik denk dat dat al een mooie nuance is ook voor mensen die hier naar luisteren. Dat er dus iets via jou tot uiting kan komen. En dat het dus iets anders is dan wat misschien jouw ego wil doen of wil laten zien. 100%, ja. En dan is het misschien mooi om wat dieper te gaan en te kijken naar inderdaad the work. Een methode van Byron Katie, waar jij een grote commitment op aangegaan bent. En kan je dat eventjes kort toelichten voor de mensen die deze methode niet kennen of daar nog nooit van gehoord hebben? Yes, eigenlijk als je het meest duidelijk wil uitleggen is the work, de hoe van de wat.
En we zijn natuurlijk in een wereld beland waarin informatie heel makkelijk te vergaren is. Waarin we op Instagram mensen kunnen volgen. We kunnen ons laten inspireren door iedereen en alles. En ik denk dat het ook vaak niet schort aan de kennis die we hebben. De meeste mensen weten het wel. Mm-hmm. Maar... En dan, dat is ook de vraag die ze stellen aan mij als ze tegenover me zitten, als ik ze coach. Van, ik weet het allemaal wel en ik begrijp een hele hoop en ik lees dingen, maar hoe dan? Mm-hmm. En waarom ik een commitment heb op de work is omdat het de hoe brengt aan mensen. Mm-hmm. Dus zeker in mijn coachings verzand ik niet te veel in het gepraat over kennis. Ja. Maar ik snij met de work gewoon direct door hun denken en gedachten die hun belemmeren. En dat is misschien wel waarom ik zelf gewoon heel blij ben met the work. En om daar vooral mee te werken. Het maakt ook, het houdt mezelf ook scherp als coach. Want het is heel leuk om over kennis te babbelen. Dat doen we hier nu ook. Mm-hmm. Maar het is heel duaal uiteindelijk. Ja. En met the work gaan we naar de meditatie. Ja. En daar kom ik in, met woorden en dualiteit kom ik daar niet. Mm-hmm. Dus het is ook een tool dat ik bereik daarmee wat ik anders niet zou kunnen bereiken. En dit is een methode van Byron Katie. En in hoeverre adopteer jij wat Byron Katie daarin heeft neergezet? En in hoeverre zeg je, nou, ik ben Noeska en na zoveel jaar heb ik mijn eigen vierkante meter binnen, noem het even, de non-dualiteit en binnen het afpellen ontdekt? Ja, goede vraag. Ik probeer heel erg in mijn coachings er niet zo heel veel meer van te maken. Ik ben Noeska, dit is hoe ik coach. Mm-hmm. Als je binnenkomt krijg je een knuffel, als je weggaat krijg je een knuffel. En binnen de therapeutische wereld kan dat geloof ik niet. En binnen psychologen, psychiaters al helemaal niet. Maar dat soort zaken en randzaken, daar laat ik me helemaal los van. Ik stel geen diagnoses. Ik vind het allemaal niet belangrijk. Mm-hmm. En of Byron Katie dat wel of niet doet, dat weet ik niet. Dus in die zin blijf ik heel erg bij mijn gevoel. Wat voor mij, hoe wil ik met mijn cliënten zijn? Dat vind ik, mm-hmm. dat is helemaal ingevuld zoals ik dat wil. Gesprek is 1,5 uur. Nou, ik heb geen idee hoe lang Byron Katie met haar cliënten zit. In die zin is het mijn eigen. Het moet voor mij moeiteloos voelen. Ik denk dat dat het woord is wat ik graag eraan geef. Die moeiteloosheid. Van iemand komt binnen, gaat zitten. Er is niets wat ik hoef te doen. Ik voel dat ik niets hoef te doen. En dat voelt moeiteloos. En daardoor kan ik juist geven eigenlijk. Daardoor kan ik juist zijn en heel aanwezig. Ik ben gewoon heel aanwezig op die manier. Ik ben niet bezig met wat ik allemaal moet doen. Ik ben in die zin aanwezig. En dat acht ik nog steeds het belangrijkste. En dat gaat alleen als ik het echt eigen maak. Mm-hmm. Dus ook de methode heb ik. Ik bedoel, ik hou me redelijk vast aan de vragen. Maar er zit ook wel echt een eigenaardigheid in. De manier waarop ik het doe. Er zijn bepaalde vragen waar ik wat langer bij stilsta. Omdat ik ze belangrijk acht. En of Byron Katie, dat doet geen idee. Dat is... Wat ik leuk vind. Wat ik hier uithaal. Wat je beschrijft. Net al die extraatjes. Zeg maar de Noeska factor bij de Byron Katie methode. Dat is het zijnsniveau, Noeska. En het doen, dat is de work van Byron Katie. En ik heb daar met een vriend van mij, die jij ook als jouw beste mattie beschouwt, heb ik daar mooie gesprekken over gevoerd. Dat vaak de echte waarde en de echte vierkante meter van jou als mens is vaak dat je een brug slaat tussen wat je doet en wie je bent. En volgens mij, en dat kan ik je misschien teruggeven, is dat wat het voor jou succesvol maakt. Dat jij jezelf bent gebleven, maar dat je het werk doet volgens een bepaald model. Yes, ja. Zo voelt het wel, ja. Ja. En als we nu even inhoudelijk kijken naar de work, welke als je het even heel erg plat drukt, hè, want je zegt van ja, het gebeurt vaak vanuit een stukje meditatie of meditatieve staat. Wat zijn de stappen of de dingetjes die je in de work doet? Dus. Doet, ja. Nee, het is in meditatie, in die zin benoem ik dat zo. Omdat ik best wel vaak aan mijn cliënten vraag, sluit maar je ogen en breng jezelf terug naar de situatie waarin jij stress hebt ervaren. Ja. Dus het is niet een doorgaanse meditatie. Of ik denk niet het beeld dat mensen van meditatie hebben. Maar wat je doet is dat je met je gedachten
teruggaat naar een situatie die voor jou stressvol was. Mm-hmm. Dus in je gedachten beleef je die situatie opnieuw. En wat je dan ziet is dat de persoon die dat doet direct ook de emotie ervaarde van dat moment. Dat komt omdat de situatie zich weer in het denken opkomt. En dat stuk noem ik dus meditatie. En de gedachte die over die situatie gegloofd werd, die schiet op en bam, daar is de emotie. Mm-hmm. En daar wil ik mijn cliënten hebben, hoe misschien niet leuk het soms is. Mm-hmm. Want in dat moment zijn ze een gedachte gaan geloven die die bepaalde emotie heeft gegeven. En die emotie zorgt dat we ons op een bepaalde manier gedragen. En waar we vaak last van hebben, zijn de gevolgen van ons gedrag. Mm-hmm. En daardoor is het niet gek om misschien te denken, ik moet mijn gedrag veranderen. Maar het is wel gek als je gedrag eigenlijk wordt aangestuurd door je emoties. En je emoties eigenlijk vanuit je gedachten ontstaan. Dus wil je echt naar de oorzaak van je gedrag, dan moet je naar je denken terug. En dat is wat je met de work doet. Je gaat kijken, hey, in welke gedachtes ben je verstrikt? Mm-hmm. En is het waar wat je denkt? En wat gebeurt er met jou als je ze niet gelooft? Of wie ben je eigenlijk zonder die gedachten die je gelooft? Mm-hmm. Ja, en dat is het mooie waar ik onlangs ook over in gesprek ging. Van, ik hou me natuurlijk bezig met storytelling. Wie ben jij zonder jouw verhaal? Exact. Dat is natuurlijk één grote paradox als je mensen helpt aan een kraakhelder verhaal. Maar beste luisteraar, alles is duaal, horen we net. Ja. Dus je kan er op twee manieren naar kijken. En dan is Byron Katie iemand, zo weet ik toevallig, die op een gegeven moment, terwijl haar partner ergens in het huis rondliep, of niet eens, maar ze was echt eventjes totaal losing it. Totdat ze, geloof ik, naast haar bed op de grond lag. En daar, op een soort van wankelpunt kwam tussen leven en dood. Ze dacht, volgens mij is het nu afgelopen met mij. En toen schoot ze ineens in de lach. Dat is wat ik me ervan heb herinnerd. Ja. En toen kwam er een ommezwaai. Sommige mensen noemen dat verlichting. Mm-hmm. Is er in jou ook zo'n ommezwaai geweest? Iets waarvan je denkt, dat was wel echt een moment op de tijdlijn waarin iets gebeurde met mij. Eigenlijk niet. Als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan is het heel erg stapsgewijs gegaan. Ik heb wel inzichtelijke momentjes gehad. Maar die waren denk ik zeker niet zo verlichtend als de situatie van Byron Katie zelf. Het is veel meer een proces geweest. Het enige wat mij natuurlijk ontzettend veel inzichten heeft gegeven is ayahuasca. Dus je zou kunnen zeggen dat een ayahuasca-trip natuurlijk op dat moment wel een bepaald verlichtend beeld geeft van een hele hoop dingen. Mm-hmm. Maar er is wel één ding nog vrij recent. Dat is afgelopen zomer toen ik in Barcelona op het strand zat. Dat er een daadwerkelijk realisatie kwam van dat er geen ik is. En dat had ik natuurlijk al een miljoen keer gelezen in tig boeken. Mm-hmm. En dus de kennis was er zeker daar. Maar het was nog zo duaal als de pest. Mm-hmm. Tot daar op dat handdoekje dat ineens het gerealiseerd werd. Zo noem ik dat dan. Misschien ook omdat ik er eigenlijk op geen andere enkele manier taal aan kan geven. Maar het leek of ik het echt begreep. Mm-hmm. Er is helemaal geen ik. En ik schoot ook echt in de lach. Ik denk, ik schaterlachte echt het uit van wat heb ik mezelf al die tijd wijsgemaakt. Hoe fantastisch. En dus ik kan me wel enigszins voorstellen hoe zo'n moment is geweest. Ik heb dat dus. Dit is mijn moment. Als je zou willen zeggen. Maar of dat. Ik ben dus niet nu verlicht. Maar ik besefte wel ineens iets. Mm-hmm. En iets heel grappigs. En misschien ook wel essentieel. Want het is, ik is natuurlijk erg verbonden met het ego. Dus er viel wel degelijk iets. Mm-hmm. Een verhaal of een concept. Dat viel wel, maar er is een grote kans dat ik die avond er weer gewoon instapte, zeg maar. Mm-hmm. Het leuke is dat een vriendin van mij, die wellicht ook luistert naar deze podcast, ook op een strandhanddoekje zo'nzelfde ervaring had. Dus het is bijna een soort van uitnodiging om naar het strand te gaan, zou je zeggen. Ja.
En dan heb ik eigenlijk de neiging om jou iets te vragen. Ik heb zelf in Japan heb ik een rondreis gemaakt, waarin ik eigenlijk onwijs druk was met het maken van mooie foto's en om me heen kijken. En waarin sommige mensen zeggen, nou, als je foto's maakt, dan ben je niet in het moment. Was voor mij juist heel erg waakzaam zijn van wat wil ik hier eigenlijk vastleggen. En daardoor ervaarde ik dat juist anders. Dus ik had juist het idee van, volgens mij ben ik door het fotograferen in het moment. En zo was ik op een gegeven moment bezig met een foto. En die ging ik bewerken en online zetten. En toen dacht ik, wacht eens even. Zometeen dan ga ik weer naar Nederland. Ja, en dan ben ik fotograaf. Oh, ik ben helemaal geen fotograaf. En toen zei ik tegen mijn vriendin, ik ben helemaal geen fotograaf. Volgens mij ben ik marketeer. En toen zei mijn vriendin, je bent toch geen marketeer? Volgens mij was je business coach en was je storyteller. En eventjes was ik volledig kwijt, in ieder geval als het gaat om carrière, wat mijn zakelijke identiteit was. En in dat inzicht kwam ik tot de realisatie, oké, maar dan als dat dus eigenlijk los ligt, dan kan ik dus eigenlijk nu gewoon kiezen wie ik ben en wat ik doe. En daar ontstond bij mij ook, nou, geen schaterlach, maar wel een stukje soort opluchting van, Het ligt niet vast. Nee, je bent verlost. En voor mij kwam dat dus eventjes door afstand te nemen. Hoe beschrijf jij wat ik nu vertel? Wat is dat voor jou ook een verlichting? Of hoe ja, zie zeker. Je dat? Kijk, eigenlijk wat ik doe met mijn cliënten is dat ik ze verlicht op elke gedachte die ze met mij behandelen. Dus verlichting hoeft niet het al mij niet te zijn. Het is juist heel mooi om te zien dat verlichting in hele kleine dingen zit. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld het behandelen van één gedachte. Dan ben je verlicht op die gedachte in die situatie. En in dit geval met jou ben je eigenlijk verlicht van het beeld of het idee wat jij had dat je moest zijn. Mm-hmm. En je mocht gewoon weer kijken naar wie ben ik eigenlijk. In plaats van mm-hmm. dat je leeft in je hoofd vanuit het beeld wie moet ik zijn. En als dat valt, dan... Ik merk dat het me nu weer raakt, nu je dat zo aan me teruggeeft. Ik denk, fuck, weet je, dat is voor mij een belangrijk moment geweest. Ja. En dan noemen we het verlichting. En dan kan ik mij ook voorstellen dat je na een ayahuasca-trip of na zo'n gebeurtenis, dat het leven juist zwaar wordt. Want als jij altijd maar hebt ingezet met het inpakken van pakjes, omdat je zo in Sinterklaas gelooft, het uitpakken van pakjes en je schoen zetten, en dan in één keer hoor je dat Sinterklaas niet bestaat, en dan in één keer is je purpose weg. Dan weet je niet meer wat je hier komt doen, want jouw waarheid is je ontnomen. Is het daarin ook wel eens zwaar om verlicht te zijn in, noem het maar even, een maatschappij van mensen die niet allemaal verlicht zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het best moed vergt om niets te zijn. En hoewel als je het eenmaal aanraakt, je ook beseft, het is heel fijn hier. Het is juist heel fijn te mogen zijn wie je bent. En stoppen met jezelf opleggen iemand anders te zijn. Mm-hmm. Het is zo fijn te zien wie je daadwerkelijk bent. Omdat eigenlijk vanuit het idee dat je dan pas in je krachten kan stappen. Mm-hmm. Dus we zijn zo lang bezig te zijn wie we niet zijn. Onszelf op te leggen iemand te zijn die we niet zijn. Dat we ook over onze eigen krachten heen stappen. Dat het leven eigenlijk... Het wordt eigenlijk echt moeitelozer als je gaat zien wie je al die tijd al bent, waar je alleen tegen vecht. Mm-hmm. En ook zien wat de kracht van die persoon is. En die krachten liggen echt nog meer voor je neus dan je kan bedenken. En als je dat eenmaal voelt, zeker in het begin is dat hartstikke moeilijk. Want je snapt zelf nog niet waar je bent. Je gaat dingen losmaken. Je gaat keuzes maken. Je gaat stoppen met dingen. Hoezo? Je geeft toch niet op? Dat is toch de hele maatschappij. De hele westerse maatschappij gaat over niet opgeven. Ik zou zeggen, geef alsjeblieft op.
Stop met dingen, juist. Het was zelfs een programma wat we als kind keken. Geef nooit op. Ja. Dat is het. Dat is ook de manier waarop we zijn opgegroeid. Doorzetten. Terwijl, als ik nu zie, ben ik juist heel blij geweest met dat ik met dingen durfde te stoppen. Mm-hmm. Dat ik echt uit dingen de stekker heb durven trekken. En niet weet je, vanuit de opgelegde mind maar door ben gaan knallen. En ik weet uit eigen ervaring dat die momenten hartstikke moeilijk waren. Hartstikke moeilijk. Maar uiteindelijk klopt het. Uiteindelijk voel je dit is niets meer dan logisch. Ja, ik moet denken aan vasthouden aan een tak in een stromende rivier. En op het moment dat je loslaat, dan kom je waar je moet zijn. Ja. Maar dan vraag ik me af, hè, in deze context, wat in ons systeem, wat in ons misschien wel biologie of wat dan ook, zorgt er dan voor dat wij, als het veel fijner is daar beneden bij die rivier, wat zorgt er dan voor dat wij toch vasthouden aan die tak? Het is houvast. Het is eigenlijk, ik even kijken hoor, hoe ik dat in taal zou willen gieten. Het is meer, ik denk dat het een soort veilig voelt. Maar achteraf gezien schijnveiligheid is. De enige veiligheid die je hebt is bij jezelf zijn, thuiskomen. Het is een woord wat we best wel vaak horen en gebruiken. En daar is het veilig. Wetende dat je jezelf hebt, overal waar je komt. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Er is niets veiliger dan dat. Maar er wordt ons verteld dat een huis veilig is. Er wordt ons verteld dat een vaste baan veilig is. Dus dat soort dingen loslaten voelt alsof je je eigen thuiskomen opgeeft. Terwijl ze je vaak dichter bij huis brengen. Ja. Maar het is niet wat de maatschappij schetst. En in die zin is het mooie, het minder mooie van reizen, als we het daar dan over hebben, is dat je op reis altijd je heavy load of shit on your back toch wel weer meeneemt. Yes. Maar op een bepaalde manier brengt het je misschien ook los van al die conditioneringen. Want ik weet, jij komt net terug van een reis. Je bent lang weg geweest. In hoeverre heeft reizen daarin een belangrijke rol gespeeld in jouw zelfrealisatie? Nou, ik reis inderdaad, maar eigenlijk dus nog niet eens zo lang. Ik reis pas sinds het klopt voor mij om te reizen. En ik heb het vroeger trouwens niet gedurfd. Ik heb ook ik heb een hele hoop dingen van mijn ouders meegekregen, maar vooral niet. Dat kan jij, dat moet je gewoon doen. En ga het uitzoeken. Dus ik vond altijd stages in het buitenland een ontzettend ingewikkeld verhaal. Daar ben ik allemaal niet aan begonnen. En eigenlijk begon het reizen op een gegeven moment gewoon heel logisch te worden, toen ik voelde dat ik overal zou kunnen aarden. En dat ik eigenlijk het net zo leuk vond om weer thuis te komen als dat ik wegga. En mensen vroegen ook aan mij van, ben je geacclimatiseerd? En ik was in een dag. In een dag was ik weer thuis. Omdat het weggaan en het terugkomen was beide even fijn. En dat, daaraan kan ik merken dat op dat moment kan reizen mij verrijken. Mm-hmm. Misschien moet ik het zo zeggen. Op dat moment kan reizen mij verrijken. Omdat ik onttrek me van thuis. Ik neem mijn mind mee. Maar het is dus in dermate helder thuis en dermate helder daar. Mm-hmm. Maar goed, als jij uit je vertrouwde omgeving weggetrokken wordt, is het een 100% feit dat je ook dingen gaat leren van het feit dat je niet meer in de verhalen en de concepten zit van iedereen die thuis op dat moment daarmee bezig is. En voor mij heeft bijvoorbeeld mijn laatste reis heel erg het inzicht gegeven dat ik mag genieten van waar ik nu ben. En dat we toch in Amsterdam en misschien ook wel heel erg de mensen met wie ik omga of met wie ik graag wil omgaan, ook wel heel veel bezig zijn met morgen doen we dit, overmorgen dat. En volgende week is het mooier, beter, groter, hoger, knapper. Mm-hmm. En ik vergat eigenlijk bijna dat ik nu na een jaar hartstikke trots en blij ben met waar ik sta. En dat het ook gewoon even mag zijn zoals het nu is. Mm-hmm. Het hoeft niet weer groter en weer mooier en beter. Dus alle plannen die ik had in Bali om te werken aan nieuwe programma's, heb ik gewoon de zee in gemieterd. En ik heb in Bali gewoon 2 maanden genoten van waar mijn bedrijf op dit moment is. Mm-hmm. En waar ik zelf op dit moment ben. En dan kom je op een quote. The reason you organize or go to an event in your life is always another reason than you think you go to that event. Ja. En dat, ja,
Dat is wel mooi in deze. Ja, die is heel mooi in deze. Leuk. Wat is er op dit moment, als we nog een laagje dieper gaan, wat is op dit moment wat waar bij jou nog wel weerstand zit en waar jij wel voelt van, dit is op dit moment een thema wat misschien mij op het hart ligt, waar ik misschien wel zelfs moeite mee heb. Ja, het zijn. Kijk, ik heb een hele mooie warme band in die zin met mijn familie, dat we heel veel in contact zijn met elkaar. Maar onze uitdaging, en dus ook zeker die van mij, met name in de momenten dat ik bij hun ben, ligt heel erg in niet verharden, maar daadwerkelijk in het moment emotioneel zijn. Dus ik merk dat ik achteraf vaak goed kan praten over hoe emotioneel ik was. Maar mijn uitdaging ligt zeker nog veel meer in, ook daadwerkelijk in het moment emotioneel durven zijn. En er waren vorige week speelde er een aantal zaken in mijn leven die mij ontzettend emotioneel maakten. En voor het eerst merkte ik bij mezelf de ruimte om in het moment gewoon de tranen te laten rollen. En toen voelde ik voor het eerst dat ook verdrietig zijn helemaal niet lijden is. En ik denk dat dat ook was, omdat die weerstand. Ja. Van het verdrietig zijn af was. Ook een mooie quote in deze. Als je wil weten of je verlicht bent, ga even bij je ouders wonen. 100%. En dat is altijd de situaties waarin ik weer op mezelf terugkom en weet dat ik nog 100 werkbladen van de work mag invullen. En nog lang niet klaar. En het zet me in die zin op mijn plek. En dat is in de relatie met mijn zus, want ik ben tweeling. Dus dat is de grotere spiegel dan een tweelingzus ga je niet krijgen. En ze is mijn beste maatje, maar ze is ook mijn grootste trigger. En ik zeg altijd, het is zo makkelijk om vanuit kennis te zeggen, ja, open je hart, ben kwetsbaar, et cetera. Mm-hmm. Maar steeds meer probeer ik in het moment dat ook te doen. Mm-hmm. Want open ik mijn hart opnieuw naar mijn zus als zij mij raakt? En ben ik nog steeds kwetsbaar als ik het idee heb dat het niet altijd meer veilig is? En ik kan het natuurlijk allemaal wel opschrijven en posten op Instagram, maar voor mij zit de uitdaging veel meer in het ook daadwerkelijk doen bij de mensen die mij het meest kunnen raken. En op het moment hè, dat jij inderdaad jouw emotie laat zien, of jouw gevoel misschien zelfs wel, als we het daar dan toch weer over hebben, en je laat dat bijvoorbeeld zien bij je zusje of bij je ouders. Zij zijn misschien niet bezig met de work en met dit proces. Hoe landt dat bij hun? En geloof jij dat een verandering die jij in jouzelf manifesteert, dat die omgeving daar een soort van in meevijpt? Of geloof jij dat jij nog steeds diezelfde lompe reactie van persoon X of Y uit je familie krijgt? Mijn ervaring is dat mijn verandering daarin 100% effect heeft op het hele gezin. Maar dat ik in het begin natuurlijk nog best wel met het idee liep, zij moeten er ook zo naar kijken. Ja. En dat is vanuit nog steeds een tekort. Ja. Het is vanuit, ik wijs nog steeds iets in hen af. En dus iets in mezelf. Dus zolang ik vond dat zij ook de work moesten doen, had ik nog werk te doen. Ja. Dus, en dat heb ik elke keer teruggepakt. Werk. Ja. Ik heb elke keer dat ik voelde, mijn moeder moet de work doen, gedacht, wat is er in mij nog niet vrij die dat vindt? Ja. Totdat ik zag, mijn moeder is precies waar ze moet zijn. En dat er zijn nog steeds momenten that I'm losing it to her. Mm. Want onlangs nog. Maar grotendeels van de tijd kan ik zien dat zij precies is waar ze moet zijn. En dan is het niet als een verrassing dat ze 2 weken geleden belde en zei, hey, ik was bij mijn coach en ze gaf me de 4 vragen van de work. En eigenlijk op het moment dat het niet meer van mij hoeft. Dan noem je ook iets wat een overtuiging is die ik zelf in mij draag. En dat is, neem je partner of iemand die heel dichtbij staat. Dat zijn vaak de mensen die het slechts luisteren naar jouw adviezen. Ja. En want nu heeft jouw moeder dit van een coach gekregen. Ja. En dan gaat ze waarschijnlijk eerder mee aan de slag dan dat jij het had gegeven. Klopt, ja.
Hoe ga je daarmee om? Ja, inmiddels snap ik dat. Ik snap haar. Ik snap dat haar dochter, degene voor wie zij het altijd heeft moeten weten, niet de eerste, de beste persoon is van wie ze iets wil aannemen. Mm-hmm. En sinds ik dat zie en sinds ik eigenlijk ook helemaal die persoon niet voor haar wil zijn, want ik wil haar coach niet zijn. Je wil haar dochter zijn. Ik wil haar dochter zijn. En steeds meer, niet meer in de relatie moeder-kind, zeg mm-hmm. Maar veel meer als twee volwassen vrouwen die nou eenmaal de relatie moeder-dochter hebben. Want ook uit die kindrol ben ik inmiddels gestapt. En daar dankt mijn moeder me ontzettend voor dat ik dat heb gedaan. En dat ze nu merkt van, hey, aan jouw ontwikkeling heb ik nu zelf ook heel veel. Want je bent daardoor uit je kindrol gestapt. En dat maakt dat zij ook voelt dat we een veel mooiere relatie hebben. Maar ook vanuit die kindrol stappend als volwassen vrouw naast een andere volwassen vrouw. Want zo zie ik het nu. Wil ik nog steeds naar haar absoluut niet die coach zijn. Dus ben ik ontzettend blij dat zij mensen om zich heen heeft die haar die vier vragen geven. Ja. Maar dat is hoe ik er inmiddels nu naar kan kijken. En dat was zeker in het begin dat ik dingen ontdekte. Je wil niets liever dat ze dan ventileren op je hele familie. Dus mocht je daar zelf nu nog zijn, het is heel begrijpelijk. Heb begrip voor jezelf, ook zeker op dat moment. Ja. Het is iets wat in me opkomt, dus ik deel het maar. Het is bijna een marketing slogan dat het meisje wat zich bezighoudt met non-dualiteit bijna een soort van incarnatie is van dualiteit, omdat je een tweelingzusje hebt. Ja. Weet je wel? Ja. Dus het is gewoon heel grappig dat je eigenlijk constant dat spiegelen en dat stuiteren en dat clashen ervaart en dan eigenlijk juist staat voor die eenheid. Ja. Nou, ik merk aan mezelf, wat heeft me nou uiteindelijk toch wel een hoop rust en ruimte gegeven, ondanks dat vorige week voor mijn gevoel mijn leven ook weer even een wervelwind was, merk ik in het fundament zit wat meer rust. En dat zit hem zeker in de acceptatie. Ja, ik ging 2 weken geleden nog uit mijn dak, waar mijn zus bij was, mijn vader, mijn 2 broertjes, mijn moeder. En er werd zelfs gezegd, dit is niets voor jou. Wat ik doe is dat ik de volgende dag zeker terugkijk naar wat gebeurde er nou? Door wat werd ik nou geraakt? Waar verlies ik nou mezelf? Maar ik merk dat ik die avond naar huis rijd niet meer met het idee, dit had niet mogen gebeuren. Mm. Maar met, dit gebeurde. Punt. En daarin zit voor mij het verschil tussen de situaties die nu gebeuren en het lijden en de situaties die nu gebeuren. Punt. Mm-hmm. En ik denk, dat benoem ik ook wel in een andere podcast. Die gaat over meditatie, maar ik heb van Headspace geleerd, een meditatie-app, van ja, wat brengt dat mij nou in essentie? Het brengt vooral dat je korter in die wikkel blijft zitten. Dus het zorgt er niet voor dat je iets niet meer voelt of niet meer verdrietig bent, maar de duur waarin je erin blijft hangen, het wordt korter, waardoor het minder schade aanricht. Ja. Een beetje zoals een kind die in het moment meteen zijn emotie uit. Ja. Exact. Ja, zowel zou ik het ook willen zeggen. Het is dus niet dat ik nooit meer emotioneel ben, niet meer boos ben, wel eens aan mijn plaat ga, hartstikke onterecht ben. I'm still on that level, zeg maar. Hoewel zeker een aantal dingen afnemen. Maar het is inderdaad van korte duur. En het is vooral ook, ik beleef het niet nog 100 keer in mijn gedachten opnieuw vanuit een bepaalde verkramping en controle willen hebben. Maar ik kan gewoon zien, het is gebeurd. En daarmee staat het je succes, je geluk of je leven niet meer in de weg. Exact. Want ik kan me voorstellen, als iets heel lang en diep geworteld raakt, dan gaat het een leven op zichzelf leiden. En dat resulteert erin dat je misschien dysfunctioneel bent. Ja, nee, het enige waar ik mensen mee help als coach is het is misschien niet eens hun pad creëren. Het is letterlijk hun pad gaan zien. Wat er al die tijd al ligt. Mm-hmm. Het pad ligt er al. Alleen je zou kunnen zeggen dat het pad ligt vol met takken en boomstruiken en stronken. En dat zijn allemaal belemmeringen en gedachtes. En die gaan we gewoon
schoonvegen. We gaan je pad schoonvegen, zodat je het ook gaat zien. Dus ook dat is bijna in het Westen wordt ons geleerd om van alles te leren. Maar eigenlijk zouden we er beter aan doen als we veel gingen afleren met z'n. Maar dit is waar we het net over hadden, heel even kort voordat we begonnen. Weet je, er wordt ervan uitgegaan dat we leeg geboren worden. En dat we van alles aangeleerd moeten krijgen. Dus de heelheid. We worden al geboren vanuit het idee dat we niet heel zijn. We zijn een baby, we kunnen niets. En we moeten alles in deze wereld leren. En dan vragen we ons af waarom ons leven niet werkt. Hè? Mm-hmm. Dan vragen we ons af waarom we zo'n graag erkenning willen en waarom we ons niet heel voelen. Ja, omdat we helemaal niet de heelheid van het mens wat geboren is zien. En waar hadden we het net nou over? Over dat we ook nog steeds het idee hebben dat verlichting iets is wat we moeten bereiken. Geloof mij, iedereen is het al. Mm-hmm. Maar kan je het zien? Mm-hmm. Je hoeft alleen maar weg te halen wat je nu nog belemmert van verlicht zijn. En dat is dus nou ja, loslaten. En het zien vind ik daarin een mooie. En Alex, die hier ook in de podcast was, die vertelt wel eens dat mooie verhaal van dat er mensen zijn in een huis terwijl er een overstroming is. En die mensen die bidden tot God en hopen dat er hulp komt. En op een gegeven moment komt er een bootje aanvaren. Zo, ja, zal ik je oppikken? Want zo meteen dan overstroomt de hele boel en dan ben je de lul. Nee, ik wacht op een teken van God voor hulp. Dus nee, dank je, ik stap niet in. Mm-hmm. En dat is weer wat mij betreft een mooi voorbeeld van kan je het zien? Want ja. Wie was degene in die boot? Dat was natuurlijk God. God, exact. Kan je het zien? En dat is ook misschien wel een leuk bruggetje. De reden waarom ik niet zo vaak een nieuw boek pak. Ik heb een stuk of 10 boeken. En soms drukt iemand mij zeker op het hart dat ik een boek moet lezen. En dat vind ik superleuk. En daar sta ik hartstikke voor open natuurlijk. Maar ik heb nog zoveel aan deze 10 boeken. Want van die 10 boeken heb ik al zo'n hoop nog niet gezien. Mm-hmm. Wel gelezen, niet gezien. Dus dan begin ik gewoon weer opnieuw. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen, vooral van de vorige generaties, die maar 1 boek hadden. En dat was de Bijbel. Ja, ja. En ik heb inderdaad ook wel eens geleerd van je haalt alles uit een boek wat je al wist. En alles wat je nog niet weet, dat haal je er ook niet uit. Nee, dat is mooi, hè? Ja. En dan denk je, ja, waarom lees je het dan? Nou, ik denk vooral om te zeggen, zie je wel. Zie je. En dat is een stukje overtuiging en daadkracht wat je nodig hebt. Ja, nou soms ook omdat ze het in boek is in taal gegoten. En nou ja, zoals Alex ons in Common Friend ook vaak zegt, weet je wel. De taal is je realiteit. Hmm. Dus als het boek het voor jou in taal giet, iets wat jij misschien nog niet met woorden hebt kunnen zeggen, dan komt er ineens realiteit en alles wat je eigenlijk al wist. Hmm. Maar ja, als je naar Edgar Tolle luistert, zegt hij ook, ik zeg jou niets wat jij niet al weet. Ik help je simpelweg herinneren. Hmm. Je bent het vergeten. En herinneren is ook mooi als je het uitkleedt, als je toch een woorden hebt, herinneren. Ja. Dus het is met je inner contact maken. Het is er al. En inderdaad, jouw innerlijke weet het al. Ja. En ik help je eraan herinneren. En dat is misschien wel eens waarom we boeken lezen. Een mooi voorbeeld daarvan vond ik die van Jan Geurts. Bijvoorbeeld Verslaafd aan Liefde. Van, hoe kan je weten dat het allemaal waar is? Ja, ik zeg, ga het maar lezen. Ga het maar lezen. Dus bij alles wat je leest, denk je, holy shit, dat ben ik. Weet je, je twijfelt niet. Maar het is eigenlijk omdat je het al weet. Alles wat je daarin leest, weet je al. Maar je hebt het nog nooit in taal kunnen gieten of woorden aan kunnen geven. Dus ik vraag vaak aan mensen met een zelfbedachte rijmpje, haal je je ervaring uit het leven of uit het lezen? Maar wat jij nu eigenlijk zegt is, je leest wat je leest. Ja. Ja. Dus jullie kan ze eigenlijk over elkaar leggen. Ja, je kan ze zeker over elkaar leggen. Wat zou je mensen zo richting de afronding alweer van dit mooie heldere uur, wou ik zeggen. Maar dat is weer een ander programma op de radio. Wat zou je mensen willen meegeven? En dan zeg ik wel eens, er staat een billboard langs de weg waarin allerlei mensen in de file staan en er staat iets op. En wat zou je mensen willen meegeven? Wat zou ik mensen willen meegeven? Blijf je hart openen. Ik denk dat een mooi is. Kijk, het is zo verleidelijk om in het verleden te duiken. Te denken dat je geheeld moet worden. Je trauma's te bekijken. En ik doe het allemaal, hè, in mijn werk. Mm-hmm. Dus hier absoluut geen afkeuring. Maar
ergens doen we dat nog heel erg vanuit het idee, er is iets mis met mij. Ik ben nog niet goed genoeg. Ik heb nog trauma's die geheeld moeten worden. Dus het is vanuit het idee dat je nog vandaag de dag nog niet goed bent. En ik denk, er is niets mis met niemand. Je trauma's heb je. Je ervaringen uit het leven heb je. Het enige wat je vandaag de dag te doen staat, is die muur weer naar beneden laten zakken en het hart weer openen. Want dat is wat je op dat moment besloten hebt niet meer te doen. Mm-hmm. En het openen van je hart in het nu, dat heelt alle wonden. Amen. Amen. Yes. Ik wil je hier hartelijk voor bedanken. Rest mij nog... Je hebt dus een succesvol Instagram-account. En wat misschien leuk is om te benoemen, wat mij ook inspireert aan jou. Jij bent iemand die echt via Instagram een nieuwe klanten kan krijgen. Nou ja, als je ooit stopt met de work, dan kan je misschien ook de work Instagram edition gaan doen. Van welk werk moet je verrichten op Instagram om daar iets van te maken wat niet jouw tijd rooft, maar wat jouw tijd geeft. Want, want tijd is geld en als je er ook nog wat mee verdient. Ja, misschien is het gewoon leuk van... waar wil je mensen op dit moment naartoe sturen? Luisteraars die geïnspireerd zijn geraakt... misschien iets met jou of met de work willen doen. Superleuk. Natuurlijk als je me op Instagram komt volgen. Noeska.Adriana. En vanuit mijn Instagram kan je heel makkelijk naar mijn website. Dat is Noeska Pak. Beetje verwarrend, maar dat is dus mijn voor- en achternaam. Noeska Adriana is mijn tweede naam. En daar vind je van alles. Maar sowieso mijn levensverhaal. Mocht je daar nog een keer een blik in werpen. Reviews van mensen die ik heb geholpen. Blogs die ik heb geschreven. En op Instagram deel ik dus, zoals je weet, veel korte, inzichtelijke tekstjes. En eigenlijk probeer ik het vooral in taal te gieten wat aankomt. Ja. Ja, en dat is denk ik ook weer een mooie uiting van je hoeft geen 1000 podcasts of 1000 boeken te lezen. Want dat is mooi, hè? In de jaren van, ik noem even Brian Tracy, dat is een Amerikaanse persoonlijk ontwikkelgoeroe van de jaren 90. Die zei eigenlijk, hij die het meest leest, die wint. Weet je wel, kennis is macht, werd altijd gezegd. Maar eigenlijk wat jij zegt is toepassen van kennis is macht. En alle overige kennis is bijna overmacht. Ja, nee, zeker. En eigenlijk, je raakt ook heel erg verstrikt in je kennis. Want je beseft ook dat er elk jaar dingen bijkomen. En dat je zelfs van bepaalde dingen die je altijd gedacht hebt waar te zijn, ook wel weer afstapt. Dus je weet ook dat jouw eigen waarheid, wat natuurlijk gebaseerd is op de kennis die je hebt, ook ontzettend evolueert. En ik zou bijna willen zeggen, doe in alle facetten van je leven er wat mee. Dus als jij zegt bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is, ik wil graag met een verhaal aan de slag. Ja, in je onderneming. Maar ga je ook met welk verhaal ben je aan de slag in de relatie tot je vriendin? Tot je vrienden? En welk verhaal zit jij met geld? Dus probeer het ook niet op één ding dan toe te passen. Maar ga inderdaad kijken op hoe het voor je kan werken in je leven. Dat is het misschien. Hoe kan je kennis ook voor je werken in jouw leven? In die zin toepasbaar maken, ja. Dus korte, inspirerende tekstjes, waardoor je een leven kunt creëren wat in tune is met een open hart. Ja. Wou ik bijna zeggen. Hey, nogmaals, dankjewel voor de luisteraar. Deze aflevering staat dus op Spotify. Daar vind je hem misschien, maar zoals je misschien nog niet wist, ook op YouTube. Wauw. Dus daar kan je hem ook terugkijken. Verder zal ik linkjes in de show notes plaatsen die Noeska net genoemd heeft. En misschien nog wat extra linkjes. Misschien wel dingen naar Byron Katie of leuke inspiratie. Ja. Als je iets wil vragen, dan denk ik dat een direct message op Instagram aan Noeska de beste weg is. Yes. Als je iets ik ben niet over... heel netjes hoor met al die berichten. Oké. Nou ja, anyhow. Als je zeker wil zijn van een antwoord, dan moet je mij even... even teksten. Nee, ik doe altijd mijn best, maar het kan wel eens dagen duren. Ja. Dat is het. Dus als je over de podcast iets wilt delen, dan kan dat via de Instagram Helden en Hordes tegenwoordig. Weet je nog toffe gasten, misschien weet jij er ook nog wel eentje, dan kan dat via een direct message op Instagram Helden en Hordes. Ik dank je weer voor het luisteren. Ik dank jou heel erg voor je komst en je inspirerende verhaal. Super graag gedaan. Tot zover en tot een volgende podcast. Dank je wel.